langs de luchtstroom. En de biologie wordt op deze manier over het gehele bed verplaatst. Want zoals je ziet kunnen wij in dit stadium nog wel lopen tussen gewas. Maar als het doorgroeit kunnen we daar niet meer lopen. Dus in een hoger stadium gooien wij 5 keer per teelt gooien we de biologie erop uit. En wat voor biologie praten we dan over? Mondorensis, en dat is eigenlijk een alles eten, maar waar het om ons gaat is vooral de trips kunnen we daarmee bestrijden. En de luizen en de wantsen en andere plagen helaas nog niet. Maar wat zijn het? Het zijn? Ja, het zijn hele kleine beestjes. Spinnetjes. Ja. Het zijn natuurlijke vijanden, zeg maar. En die eten monden eens waar wij mee werken. Maar die willen de Russen dus ook niet terugzien in de... Nee, dat klopt. Nee, dus die moeten daarna weer omgebracht worden. Klopt, dan hebben... Maar je ziet dus echt waar vroeger, hè, wat jullie ook zeiden, je vader van, die heeft 10 soorten in de kast, dat wil ze.